Vandaag gaan we dus voor onze Hasselblad overlopen hoe dat we een filmpje kunnen laden. Dus om te beginnen, de filmpjes is 120 filmformaat. Dit is Kodak T-Max 400, dus dat is een ISO 400 film van zwart-wit van Kodak. In mijn opleiding heb ik altijd zo goed als altijd deze gebruikt. Je kan die ook pushen naar 800, 1600. En dan hoef je enkel de ontwikkeling anders uit te voeren. Nu, als je die in een pak koopt van 5, dan zijn die iets voordeliger. Als je die open doet, er zit een dergelijke. Dit zijn de echte filmrolletjes. Die zitten in een verpakking die lichtdicht is, volledig lichtdicht. Je kan die sowieso best bewaren in de koelkast, bij een constante temperatuur. Of in een kelder bijvoorbeeld nog beter, waar het ook nog donker is. Dus in een donkere en een constante temperatuur, niet te warm. Zeker niet bij een raam of dergelijke. Nu, dit is onze Hasselblad, daar heb ik al het een en ander over getoond. Er zit nu de dark slide, dus die schuif zit er nu in. Dus dat betekent dat ik die wand daar kan door hier die knop opzij te duwen, kan ik die wand daar gewoon afnemen. En die achterwand, dit is waar de film in zit. Omdat deze schuif ervoor zit, kan die niet belicht worden. Ik heb die ook al teruggespoeld, toevallig. Dus dat is hier te doen. Door dan te draaien kun je die volledig terugspoelen. En dan zie je dat die volledig zwart is. Dus nu is dat veilig om die open te maken. En het openmaken is hier. Kijk, je ziet ook dat die volledig belicht is hier door de rode kleur van die boog. Als die boog deels rood is of volledig wit, is die nog niet belicht. Nu om open te doen, je haalt dit naar boven. Je geeft hier een draai aan en dan schuift dit deel er gewoon uit. En dit is het belangrijke deel, dan zie je hier. Dit is de belichte rol. Als je die daaruit neemt, je kan dit naar boven doen. Dan kan die eruit. Altijd opletten dat die niet open draait. Dus goed vasthouden hier. Daar zit ook gewoon iets bij om dat toe te plakken. Ja. Daarmee kan ik die dicht plakken. Ik ga even buiten beeld doen. Dus. Nee, ik zal. Kijk, voilà. Dus je maakt dit open. En dan kan je het filmpje met dat papiertje mooi dicht pakken. Zo, nu kan die niet meer open springen. Moest ik dat nu gewoon losgelaten hebben zonder dit eerst dicht te pakken, dan kan die open springen. En achter dit zwarte papier zit eigenlijk de echte film. Dus zoals je ziet, dit is ook een zwart-wit film. ISO 100. Staat er nu niet echt op aangeduid welk type dat het is. Ja, ik denk de Fomapan. Ik heb hier een doosje. Dus dit type film. Nu, deze is klaar om te laten ontwikkelen. Ik laat die zelf ontwikkelen bij de HEMA. Je kan daar kiezen, zeker aanduiden dat 120 mm filmrol is, enkel ontwikkelen en dergelijke. Nu, terug naar onze cassette. De prijs in de HEMA is iets van 3-4 euro of zo voor het ontwikkelen. Dus we hebben hier die spoel uitgehaald. Nu is de bedoeling, dit is een lege spoel. Die spoel is eigenlijk afkomstig van het filmpje dat we de vorige keer geladen hebben. Dus de bedoeling is dat je dit filmpje nu naar de andere kant plaatst. Dus dat kunnen gewoon, kijk, dat zijn pinnen waar dat op past. Dit is een kruis, omdat hier, kijk, hier heb je een uitsparing. Die, als ik dat filmpje aan deze kant steek, kijk, als ik draai daaraan, dan kan ik zo opwinden. Je zal straks zien waarom dat nodig is. Dus dan is deze kant terug vrij, dan gaan we terug naar ons filmpje. Opletten hier met deze sluiterbladen. Nee, dat op zich, die zijn er enkel om het filmoppervlak zwart te maken, het licht ervan weg te houden. Die hebben niks te maken met de snelheid, echt de sluitertijd waar je snelheid op bepaalt in de lens bij een Hasselblad. Dus, maar toch,
Hou die veilig op afstand. Dus dit is een Kodak ISO 400 filmpje. Je maakt dit gewoon open. Dat ziet er zo uit. Dus deze is nog niet belicht. Hier moet je dan dit papiertje er zo goed mogelijk volledig af krijgen. Waarom volledig eraf? Het is zo, als er nog wat resten aan blijven, kan het zijn dat die in de weg komen te zitten van uw uiteindelijke film. Opnieuw, ik ga dit nu losmaken, dus ja, daarmee opletten dat er niet in uw dat er geen papierresten in uw materiaal laat vallen. Kijk of wat dit hier de bedoeling is van los te maken. Ja. We zijn er bijna. Zo wordt het moeilijk natuurlijk om mijn filmpjes te beperken tot 10 minuten, hè, als we hier aan moeten prutsen. Ja, dus deze is los. Opnieuw goed vasthouden, dat is niet, dat hij niet volledig open rolt. Dit er zo goed mogelijk volledig af. Hier ook. Die restjes, dan kun je niet in de mechaniek terechtkomen. Want je moet rekenen, zo'n Hasselblad, dat is allemaal een en al fijne mechaniek. En we willen niet dat er ook maar iets in de weg is van die mechaniek. Kijk hier, die radertjes bijvoorbeeld. Als er iets tussen komt te zitten wat eigenlijk uw film blokkeert, kan het zijn dat uw film niet kunt terugspoelen. En dat uw film volledig om zeep is. Kijk hier, zie dat er op beschadigingen zijn. Dus dan, als we die voorzichtig open doen, kijk, dan heb je hier een lip. De bedoeling is dat we die zo, die kant, dus de niet geprinte kant, dit is de printkant, die kant moet eigenlijk hierover komen te liggen. Dit is de bedoeling. We leggen eerst die rol hier aan deze kant vast. Dan moeten we daar niet meer aan denken. Hup, klikken gewoon toe. En dan gaan we met de achterkant hierover. En hier, dit stuk, dit is een ijzeren plaatje wat eigenlijk... Zo, dit ijzeren plaatje. Als je hier aan het slot, zie je dat? Dan gaat dat terug naar boven. Dus daarmee kun je die film ook opspannen of ontspannen. Ik ga dat nu even, als je het zo zet, dit is eigenlijk de gesloten toestand. Dan kan je daar makkelijker onder gaan met je film. Dus je film moet hieronder komen te zitten. Zo. We gaan naar de andere kant. En hier aan de andere kant is het een kwestie van die lip hierin schuiven in die rol. Dus op zich is het sowieso handig om een reserverolletje te hebben in je tas. Dit is zo'n rolletje. Door zo'n reserverolletje bij je te hebben, dan voorkom je als je bijvoorbeeld een cassette neemt, de lege cassette, en er zit geen rolletje in, ja, dan zou je in feite je film niet kunnen laden. Maar als je altijd een reserve meeneemt, dan voorkom je dat probleem. Dus nu zit die rol hierop. En dan kan, ja, je kunt sowieso... Kan je... Dus dit staat nu in een gesloten toestand, waardoor dat dit hier niet opgespannen staat. Je kan die terug in de open toestand zetten, dan staat dat hier wat opgespannen. Opgespannen is veel gezegd, ja, dat houdt gewoon de film vlak. Het is niet dat je de film niet meer kunt spoelen. Hè. En dan hieraan kunnen draaien en dan kun je, als het goed is... Wacht, ik zet hem terug open. Je kan sowieso maar aan één kant draaien hier aan dit. Dus dit gaat enkel in deze richting. Ja, ik ben in de verkeerde richting begonnen. Oké, dus zo. En dan. Dus zie je, als je hier dan aan draait, dan wordt die film daarop gewonden. Ga niet te ver. Er is... Hier is een indicatie, dit pijltje. En op uw filmrol is ook een pijltje, dat komt zodanig... Zodra komt dat beschikbaar, allez, komt dat zichtbaar. En die pijltjes moeten overeenkomen. Dus als ik hier nu aan draai... Dus ik heb hem nu dicht staan, ja. Als ik hier aan, dan blijft de film mooi vlak. Als ik hier nu aan draai... Dan moet ik straks een pijl zien. Als alles goed gaat. Ja, daar is de pijl. Dus die pijl moet eigenlijk matchen met deze pijl. Nu... Op dit moment match ziet is aan te raden. Een klein beetje verder, voilà.
kwestie dat de pennetjes om je film vast te houden, dat die niet. En uw uiteindelijke beeld terechtkomen. Nu, wat ik eerder al had gezegd, die 832 hier, dat is eigenlijk het serienummer wat matcht met het serienummer hier, 322832. Dus die laatste drie karakters die matchen met deze laatste drie karakters. Dat betekent dat zowel deze behuizing als deze insert, dat die op hetzelfde moment geproduceerd zijn dan die eigenlijk gematcht zijn met elkaar. Dan, dus, die film zit vast. Hier kan die belicht worden. En dan steken we die daar gewoon terug in. En dus nu is het van belang dat dit stuk open staat. Ja. Dat is het geval. En dan kan je die daar gewoon, als alles goed is, zo. Je houdt die dicht. Je draait dit toe. Nu wordt dit geheel gesloten. Klapje open. Dus hier zie je dan dat dit deel is volledig wit. Dat betekent dat er nog geen enkele opname gemaakt is op deze. Ja, ik haal die daar een klein beetje uit. Er zit hier een rand. Die rand die zit naar binnen toe. En daardoor zit dat voor de filmmagazijn zelf. Als je dat omdraait, dan heb je dat probleem niet, denk ik. Ja, als je die zo steekt, kunnen die cassetten er gemakkelijker in en uit halen. Ik denk niet dat dat voor de camera een probleem vormt. Nee. Dus door dit oppervlak krijgen we geen licht binnen. En hier zie je dat we aan opname 0 zitten. Nu monteren we die terug op de camera. Dus die hou je gewoon hier. En het is aan te raden van dit een beetje mee te helpen. Dan slijt het geheel wat minder snel. Dus nu is het belangrijk dat deze, dat die schuif blijft zitten. Maar nu gaan we onze film echt gaan opwinden. Dus hier kan je dan aan draaien. En de bedoeling is dat we hier aan draaien tot er hier een 1 verschijnt. Dan is uw opname eigenlijk, of uw magazijn klaar om uw eerste opname te maken. En je zult ook zien. Voilà. Dus nu blokkeert dit. We zitten aan opname 1. Die twee vakjes zijn ook, cirkels zijn ook wit gekleurd. Dat betekent dat die gesynchroniseerd zijn. Als deze rood staat, is uw camera zogezegd ontspannen. Dus niet in gespannen toestand. Dit kun je opbergen. Je kan, naar de andere kant kan je altijd draaien. Het is enkel die kant dat je niet kunt draaien nu, omdat we klaar zijn voor een opname. Dan kan je die gewoon terug opbergen zo. Dus nu is eigenlijk deze Hasselblad is eigenlijk klaar om een opname te maken. Met onze nieuwe film, dat is een ISO. Ja, hier kan je dan nog instellen dat het een ISO 400 film is, belangrijk bij het belichten. Ik had eerder al opname gemaakt vandaag op die ISO 100, dus op dit filmpje. Dat was ISO 100. ISO 100. En dan had ik een belichting van 60:2.8. Dus dat betekent als ik dat naar 125:2.8 verzet, dan heb ik de belichting goed voor een ISO 200 filmpje. Als ik dan naar 250:2.8 zet, dan staat dat goed voor een 400 ISO filmpje. Dus nu is mijn belichting, en van zijn dat het licht niet gewijzigd is bij die opname van daarnet, goed. En dan kan ik hier kijken. Dus dat is het systeem waar ik eerder van sprak in de intro van de Hasselblad. Van het EV-systeem, dus ik heb hier 250:2.8 als belichting ingesteld. En ik kan dan naar 425ste, 5.6 en 60ste enzovoort verzetten. En hier deze aanduiding is uw scherptediepte-bereik. Dus dan zie je als je naar 2.8 gaat, heb je heel weinig scherptediepte. Als je echt naar 22 gaat, ja, dan is die scherptediepte maximaal. Maar dat is het zogenaamde EV-systeem. Als ik nu toch, zoals daarnet, die, laten we zeggen, 2.8, 250, 2.8 wil veranderen naar terug een ISO 200 film, dan moet je hier, deze hier, naar beneden duwen. Dit zijn de EV-waarden, hè. Dus EV11 hebben we daardoor. Dus naar beneden duwen, 2.8, 60ste. En ik blijf een beetje hangen, ja, zo. Nu is die twee stops gecorrigeerd terug, dus dat is voor een ISO 100 filmpje. En dan zie je dat de EV-waarde
voor een 100. Nu zet ik het tussenin, precies. Dus je moet wel. Zo. De EV-waarde voor het 62,8 is 9, terwijl dat net zat op 11. Dus dat zijn gewoon twee stops. Hè. Dus van 11 naar 9. En de bepaalde lichtmeters die gaan ook in plaats van een sluitertijd en diafragma voor te stellen, heb je bepaalde lichtmeters die ook meteen een EV-waarde geven. Dus die geven nu een aanduiding. Vandaag met dit licht heb je EV-waarde 7, EV-waarde 11. En dan kun je die hier gewoon heel gemakkelijk instellen. Dus dat werkt super, super gemakkelijk. Dat is echt een systeem. Wat wel, weliswaar in studio's, omdat het daar gecontroleerde lichtomstandigheden hebt, maar ook op dagen die vrij neutraal licht hebben. Hè. Dus daarmee hebben we nu een film geladen in onze camera.